Wanneer ben je begonnen met het maken van je beat? Ik ben begonnen met het maken van beats 2 jaar geleden. Waarom doe je het? Ja, aan de ene kant doe ik het omdat ik het leuk vind. En aan de andere kant doe ik het om mijn emoties te uiten. En verkoop je het dan ook? Ja, ik verkoop mijn beats ook aan een paar rappers in Nederland, ja. Maar wat voor muziek hou je? Een beetje van alles, hip-hop en zo. Dat is een goede vraag. Nou, van heel veel genres wel. Ik heb niet iets specifieks. Nou, van vroeger natuurlijk de Rolling Stones, hè. Robbie Williams. Nou, graag moderne jazz. Dat vind ik heerlijk. En klassieke muziek. Ja, rap, hip-hop. Oh, fuck you. En heeft het iets te maken met je stemming? Nee, niet echt. Ik voel me er gewoon rustig bij. Ja, dat denk ik wel. Ja, als ik vrolijk ben, zet ik vrolijke muziek op. Maar ik ben altijd wel vrolijk, hoor. Ja, ik kan mijn stemming bepalen. Ik ga niet zo mee in dat, luidmuziek en zo. Daar krijg ik snel hoofdpijn van. Misschien ligt het aan mezelf. En als je eens wat mindere tijden hebt, dan heb je ook liever wat van dat soort muziek. Nee hoor, ik luister gewoon omdat ik het heel mooi vind en gewoon leuk. Ja. Nou, ik weet niet.